Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube-kanaal. Ik wou jullie vandaag een paar dingen laten zien die ik nieuw heb, omdat ik weet dat er best veel vragen waren op Instagram over de boeken die ik momenteel lees of wil lezen. Omdat ik er een paar had gepost, dus ik wou dat wel even laten zien. En dan heb ik ook nog een paar kleding items van Come Get Fashion, die ik ook wil laten zien en wil passen, want die heb ik ook nog niet gepost. Dus ik ben kei benieuwd. Oké, ik ga beginnen met de boeken. Het boek waar ik heel veel vragen kreeg op Instagram is dit. Noemt Own It, Make Your Anxiety Work For You van Caroline Foran. Het er zo uit. Als jullie het willen, kunnen jullie dit screenshotten of zo, dan kunnen jullie het zelf opzoeken. Ik heb dat besteld op bol.com, denk ik. Dit boek is eigenlijk een soort van hulpgids voor uw angst en paniekaanvallen en anxiety. Dus een panic attack rescue guide, dus wat dat je allemaal kunt doen. Oefeningen die je kunt doen, ademoefeningen, tuiloefeningen, oefeningen waar dat je zo naar kleuren moet kijken en dingen moet opnoemen en moet zoeken om je rustig te maken. Ook zo de technieken die je kunt gebruiken daarvoor. En ook wordt er hierin uitgelegd hoe dat je brain eigenlijk werkt bij anxiety en hoe dat allemaal in zijn dingen gaat. In zijn werk gewoon, wat er hier van boven going on is. En dan ook hoe dat je negatieve dingen daarover. Dus mensen die iets negatiefs te zeggen hebben over anxiety en zo, hoe je dat kunt tegengaan en hoe je die mensen kunt zeggen van kijk, het is wel iets serieus. Ik heb het boek, ik moet trouwens niezen. Oh, sorry. Ik heb het boek nog helemaal niet uit. Ik zit denk ik in de helft ongeveer. Ja, iets meer dan de helft. Maar tot nu toe vind ik het zeker een hele goede aanrader voor als je last hebt van angst of een angststoornis of paniekaanvallen, moet je dit wel lezen. Dan heb ik ook dit boek, een beetje in dezelfde trant. Rewire Your Anxious Brain. How to use the neuroscience of fear to end anxiety, panic and worry. Natuurlijk, ik ben niet zo goed gelovig dat zo één boek mijn paniek en mijn angst en mijn paniekaanvallen gaat stoppen. Dus ik weet dat dat niet gaat helpen. Maar dit boek zegt trouwens van dat een boek niet helpt om dat te stoppen. Maar wel kan helpen om ermee om te gaan. Wat ik goed gezegd vind, want dit boek zegt dat dat zou stoppen. Maar daar geloof ik niet echt in. Maar dit gaat meer, denk ik, over belangrijke delen in uw hoofd, in uw hersenen, de flight or fight modus en hoe dat je uw hersenen kunt stoppen met angstig te zijn. Het boek is trouwens van Catherine M. Pittman en Elizabeth M. Carl. Ik zal het even laten zien, weer ook van bol.com heb ik dit. Maar hier heb ik nog niet in gelezen. Dus kan ik ook niet zeggen als ik het goed vind of niet. Dan nog een soort van hulpboek. Ik heb iets met van die hulpboeken als ik op een slecht moment in mijn leven zit of zo. Heb ik een boek gekocht. Je kunt je leven helen. Klinkt heel zwaar. Het basisboek voor een gelukkiger leven. Van Louise Hay. Ziet er zo uit. Ik zal even de flap lezen, want ook hier heb ik nog niks in gelezen. Echt van jezelf houden is gezond. Als je echt van jezelf houdt, gaat het goed in je leven. Is een van de uitgangspunten van Louise Hay. In Je kunt je leven helen, zet ze jou op de eerste plaats en laat ze je zien waarom het zo belangrijk is. Als je jezelf waardeert en accepteert, is dat de sleutel tot positieve veranderingen. Je maakt zelf jouw veranderingen, jouw werkelijkheid en iedereen die daarbij hoort. Pas wanneer je goed voor jezelf kunt zorgen, kun je ook goed voor anderen zorgen. Ook al denken we vaak dat het andersom hoort te gaan.
Dat je je hiervan bewust wordt is een belangrijke stap. Wanneer je vrede, harmonie en evenwicht schept in je gedachten, vind je dat je in je leven en in je, vind je dat in je leven en in je gezondheid terug. Liefde is overal en jij bent geliefd en liefdevol. Oké. Dus dat wil ik ook wel lezen. Gewoon een beetje good food for the mind en positiviteit. Kan nooit kwaad. Dan heb ik nog een boek, omdat ik zag dat Lotte Feijen, ik weet niet als iemand haar volgt op Instagram, maar ik gok van wel. Maar Lotte Feijen zocht goede thrillers om te lezen. Zag ik op haar Instagram een tijd geleden en daaruit kwam dit boek, Ine Mine Mutte, van MJ Aldrich. Als een van de meest genoemde. En ik zag op bol.com dat die maar 7,50 euro kostte. Dus ik dacht, oké, is trouwens wel best een dik boek. Ik weet niet hoeveel pagina's. Maar toch 380 of zo. En ik lees heel graag thrillers en spannende boeken. Hier heb ik ook weer nog niks in gelezen. Maar ik ben wel van plan om dat te doen. Mijn plan was eigenlijk om elke maand één boek te lezen. Maar over dit boek doe ik nu wel al een maand, denk ik. En ik zit nog maar aan de helft. En alleszins, dit boek zegt: een meisje komt half dood hun bos uitrennen. Haar verhaal is nog gruwelijker dan de ergste nachtmerries. Maar alles wat ze vertelt is waar. Enkele dagen later duikt er een tweede slachtoffer op. Compleet een shock. Er lijkt een verband te zijn. In tweetallen worden mensen ontvoerd, gevangen gehouden en uitgehongerd. Waarna ze een duivels dilemma krijgen voorgelegd. Een ander doden of zelf gedood worden. Inspecteur Helen Grace en haar team beseffen dat ze de jacht maken op een ingenieuze psychopaat die zijn slachtoffers gebroken en vol schuldgevoel achterlaat. Niet alleen als visitekaartje zijn ze ook de moordenaars. De plaats van het misdrijf blijkt zorgvuldig uitgedacht. Maar de slachtoffers lijken lukraak gekozen. En toch moet iets hen met elkaar verbinden. Dus ja, ik ben benieuwd. Dat klinkt zeer spannend. Dus ik ben wel benieuwd. Ik zag ook trouwens dat Lotte dat boek echt op 2 dagen had uitgelezen. En als ik echt een heel spannend boek lees, dan kan ik er ook echt niet mee stoppen. Ik lees meestal op vakantie. Als ik 2 weken op vakantie ga, neem ik meestal 4, 5 boeken of zo mee. En allemaal spannende. Want na 2 dagen heb ik meestal al een boek uit dan. En dan heb je wel veel tijd om te lezen. En nu in het dagelijks leven wel minder. En met dat boek heb ik ook het tweede boek ervan genomen. Piep zei de muis. Ook van MJ Aldrich. En dit gaat over: In een leegstaand huis wordt het lijk van een man gevonden. Niet veel later wordt zijn hart bij zijn vrouw en kinderen bezorgd. Maar waarom was een gelukkig getrouwde man midden in de nacht zo ver van huis? De media hebben het al snel over een omgekeerde Jack the Ripper. Een seriemoordenaar die aast op vaders met dubbele agendas. Inspecteur Helen Grace ziet de woede die uit de moorden spreekt. Wat ze niet voorziet is hoe labiel de dader is, of wat haar tijdens deze zaak allemaal nog te wachten staat. Oh, kei spannend. Dus ik ben kei benieuwd naar die boeken. En ik ga iets meer tijd moeten maken om die te lezen. Maar dat komt wel goed. Dus dit boek sowieso al een aanrader. Ik weet niet of jullie het leuk vinden als ik nog een boek uit heb of zo. Om daar dan nog iets meer over te zeggen. Want dan wil ik dat gerust wel doen. Want ik ga nu niet zeggen, dat zijn kei goede boeken, terwijl ik ze nog niet heb gelezen. Maar dit kan ik wel zeggen, wat ik allemaal heb gelezen tot nu toe. Als je angst hebt dat er wel een tof boek is om te hebben. En om dingen voor jezelf een beetje duidelijker te maken. En een paar technieken onder de knie te hebben. Maar laat me weten als jullie graag willen weten als ik nog een boek uit heb of zo. En dan zal ik daar in het kort van vertellen wat ik ervan vond. Oké, dan de Come Get Fashion Haul. Ik ga alles ook zo meteen aandoen, maar ik ga eerst laten zien. Dus eerst heb ik dit t-shirt. Er staat op: Wild Hearts, Bad Ideas, Since 1967, Follow Your Heartbeats. Dus een crop t-shirt meer, oversized.
Van cool. Ik wou zeggen bandshirt, maar het is geen bandshirt. Maar het is wel gewoon een cool shirt. Dan deze broek. De glitter met brede pijpen. Zo'n soort legging-achtig, zoals ik ook wel slangenbroeken heb. En die heeft zo brede pijpen. Super cool. Voelt ook best wel als een fijn stofje. Nog een soort stoerder t-shirt. Dus dit t-shirt. Paradise Valley American Tour. Ook zwart met een eagle. En dat lijkt alsof dat licht zou geven in het donker, maar... ik weet het niet. Nee, ik denk het niet. Dat lijkt zo. Maar ik zie toch niks, dus ik denk het niet. Maar ik zal het deze nacht eens proberen. En dan nog een trui. Ook van Come Get Fashion. En daar staat op Liberty Forever, LA, California, the City of Angels. Ook weer een oversized sweater in het zwart. Super cool. Ik hou wel van die graphic tees. Alleen vooral van die bandshirts en stoere graphic tees. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Oké, ik ga alles aandoen en dan ga ik het jullie laten zien. Als eerste heb ik dat t-shirt aan van Paradise Valley. Ik heb dat in mijn broek gestoken. En dan die glitterbroek met brede pijpen. Ik vind het wel echt cool. Die broek zou ik wel echt aandoen voor de feestdagen of zo. Denk ik bij kerst of zo met hakken. Maar ik vind het ook wel cool met sneakers en een bandshirt of zo. Allee, zo'n stoer shirt als dit. Dus dat is ook wel tof. Dus ja, dit is de broek. I like it. Het stofje voelt ook wel echt heel fijn. Nee, het is echt een aangenaam stofje. Dus dit is look uno. T-shirt numero due. De Harley Davidson-achtig t-shirt. Denk ik wel, is mijn favoriete t-shirt. Trouwens even botjes onder mijn broek aan gedaan. I like it daar. Ik vind de broek echt ook wel echt tof. Die is zo mooi sparkly. Alleen die naad ziet je wel best hard zo. Maar dat stort wel niet. Maar ja, dit is outfit 2. Weer zo girly. Toch stoer. Woehoe, that's how we roll, hè. Dat is denk ik een van mijn favoriete dingen, zo girly en stoer combineren. En dan, last but not least, de oversized sweater. Ook weer super cute, met dat roze er zo wat in. En die is wel zo echt wat baggy, dus dat vind ik wel heel fijn. Ook weer tof op die broek. Woehoe. Okay, that's all folks for today. Hopelijk vonden jullie het een leuke video, dus zeker thumbs up. Laat me ook in de comments weten wat jullie nog meer willen zien. Of nieuw soort video's of zo. Want mijn ideeën zijn de laatste tijd een beetje op. Dus let me know. En dan zie ik jullie snel weer.